Goed, we zijn weer terug op de dijk bij Delfzijl. Er zijn wat technische probleempjes. Daarop vielen we net weg. Wij zenden deze week live uit om het werk van het waterschap te laten zien aan waterveiligheid. Dat doen we in het kader van de Week van ons Water. En ik ben hier met Jan. Jan is beheerder van de dijk. En waar staan we hier, Jan? Wat zien we hier? We staan hier vlakbij Eems Hotel. We staan hier bij een valkenkast. Ja? En die kasten die maken we zelf, winters. En die zijn voor de valken om te broeden. Daar krijgen ze jongen in. En de valken helpen ons weer om de muizen te vangen. Oké, dus we hebben die valken nodig om onze dijk veilig te houden. Ja, die helpen mede om de ongedierte te bestrijden. Ja. Nou hebben we net in het vorige uitzending al wat muizenholletjes gezien. Dat zijn ook de holletjes die die valken goed in de gaten houden. Nou, die valken zien de holletjes zelf niet, maar die zien de geur of de geursporen van de muis. Of ze zien ze bewegen. Oké. Ja. En jij maakt die valkenkasten, joh? Ja, dat doe ik s'winters. Als een keer slecht weer is of zo, dan ga ik er weer mee aan de slag. Gewoon niet doen, AUB, reageert iemand. Inmiddels kijken 9 mensen die kijken met ons mee. Ik weet niet precies wat deze meneer daarmee bedoelt, maar misschien. Deze, daar heeft nog geen val in gezeten. Oké. Okay. Waarschijnlijk is die te druk. Hier lopen te veel mensen met honden. Maar als je verderop gaat richting richting Eemshaven, dan is een beetje iedere kast bezet. Oké, er komen wat reacties binnen. Zoek maken van valken, dat is een reactie. Ik zou van vlees, hè. Nee? Dus iemand die niet zo van valken houdt, denk ik. Er wordt mij gevraagd hoe je heet. Dit is Jan Buitenwerf, beheerder van de dijk hier in Delfzijl. Ook al een heel tijdje, of niet, Jan? Ja, zo'n beetje 25 jaar, ja. 25 jaar, dus je kent deze dijk door en door. Ja, hoor. Nog een mooi verhaal wat je hebt meegemaakt op de dijk hier, met een storm of zo? Of, natuurlijk is storm op zich is niet leuk, maar om met je maken is wel leuk. Het gaat altijd goed, gelukkig. Ja. Dijken zijn in goede orde. Dus. En wat is er mooi als er een storm is? Waar let je dan op als dijkenbeheerder? Nou, dijk niet beschadigd. Ja. Of er wel aanspoelt tegen de dijk. Ja. Of overslaat, maar dat gebeurt zo niet hoor. Nee, is hier nog nooit het water over de dijk gekomen? Nee, daar heb ik nog niet meegemaakt. Vertel eens wat meer over valken, is een vraag. Ja, van de vogels zelf weet ik eigenlijk niet zoveel. Wat is belangrijk aan een valkenkast? Wat vindt een valk lekker? De achterkant moet gericht zijn naar het westen. Van de meeste regen komt uit het westen. En het is niet leuk voor de valken dat ze, als ze zitten te broeden, dat ze de regen er binnen komt. Oké, ja. Dus ze moeten op de wind en op de regen staan, ja. Zeg maar. Maar goed, Jan vertelde net al dat deze, die staat nou zeg maar vlakbij Delfzijl. En hier lopen heel erg veel mensen. Dus hij is wel te druk. Hier zit geen valk in op het moment. Op het moment zit er ook geen valk in, nou, nergens. Oké. Okay. Alleen, ze zitten erop om de omgeving te zien. Maar het broedseizoen is al lang achter de. Oh, oké. Okay. Ja. En wanneer is het broedseizoen? Nou, wanneer liggen er nog vogels van hei? April en mei, toch? Hey, ik kreeg net nog een vraag of wat voor een opleiding je hebt. Of wat voor een opleiding je hebt gedaan om hier de dijk te beheren. Ik heb een naam gedaan, maar ben ik nu wel bezig met een opleiding voor dijkbeheer in algemene zin. Ook opbouw, onderhoud, compleet nieuwe dijken samenstellen. Oké. Okay. Valmechanisme, alles komt erin aan de orde. Dus daar ben ik nu mee bezig. Oké. Okay. Heel goed. En hoe lang duurt die opleiding? Die duurde 5 dagen. Oké. En het zijn heel veel mensen van waterschappen die opleiding. En dat zijn ook allemaal waterschappers? Ja. Oké. Ja. Leuk. Kom je elkaar, kan je het over dijk hebben. Even kijken. Leuk. Krijg ik nog een reactie? Die miste ik even, want ik was jou aan het aankijken terwijl ik praat. Nou, misschien zijn er nog vragen van kijkers. We kunnen nog heel
Is er nog werkmogelijkheden bij Jan? Krijg je een reactie? Daar gaat Jan niet over. Of je nog een baantje hebt. Oh ja, ik, inderdaad. Ik had heel veel werk vrij, want de dijken die worden verhoogd. Ja. Dus wanneer? Ja, volgend jaar beginnen ze met het versterken van deze dijk hier. Voorbereidingen en zo, ja. Ja, ja. Dus daar komt wel heel veel werk uit. Ja. Nee, als waterschap doen we dat inderdaad niet zelf als we een dijk versterken. Dat is vaak een aannemer die dat voor ons doet. Dus echte waterwerkers. Nou, volgens mij... er wordt hier een vraag gesteld wat je verdient, Jan. Genoeg. Ik klaag niet. Mooi. Hartstikke mooi. Je hebt het goed. Waterschap betaalt je genoeg. Ja hoor. Mooi. En het is heel mooi werk, heel vrij werk. Dus maar weer nog meer. Altijd buiten. Ja, dus voor iedereen die lekker veel buiten wil werken, is dit wel een tip, een carrière tip. Ja. Nou, hartstikke mooi. Is er nog iets wat je kijkers zou willen meegeven over hoe ze zelf kunnen helpen om de dijk veilig te houden? Nou, kijk, vooral in verband. We staan hier bij de valkenkaas, dus die zijn nodig om muizen te vangen. Maar de valken kunnen niet alle muizen vangen. Zeker ook dit stuk dijk niet, omdat dit gemaaid wordt. En, dus dan is dat wat hoger en dan heb je ook meer muizen. Okay. En als je dan mensen lopen met honden. Die ruiken die muis en die gaan gaten graven. Okay. En dan, daar hebben we veel last van op dit stuk. Dus misschien mensen, als ze mensen willen en kunnen helpen, dan, ja, dan is het graag handig aan de lijn. Okay. Ja. Dus mensen die je met de hond komen, hou ze aan de lijn. Ja. Dan ook in de toekomst nog dat je nog met je hond bij de dijk kunt lopen. Yes. Okay. Nou, dankjewel. Dan gaan we deze uitzending afronden. En we zijn er donderdag weer om 12 uur. Dan ben ik op pad met mussensrattenvanger Frederik. Dus kom weer kijken, zou ik zeggen, en stel je vraag.